Hanna, je krijgt ook een hand. Uiteraard, die puzzelboeken zijn ook voor jou. We zien jou terug in de halve finale. Nu moeten we er even mee stoppen. Daar heb je het in ieder geval tot geschopt. Dat is ook een prachtig resultaat. Hanna, tot in de halve finale. Dat was Hanna. En Ton maakte de kans op 1000 gulden in onze bonusronde. Hij staat nu naast me, Ton Hermes uit Harderwijk. Onze puzzelmajor, zo mogen we hem inmiddels wel noemen. Kan jij het nog schoppen tot generaal, Ton, of niet? Nee, die ambitie heb ik niet. Die ambitie heb je niet? Dat lukt ook niet meer, denk ik. Nee? Ga je nog wel verder, of niet? Jawel, jawel. Ja. Dat denk ik wel. Ja? Nou, de vorige keer 1000 gulden. Je zei al even dat je dat ook aan je vrouw hebt gegeven. Ja. Misschien als het nu weer lukt, dat je wat leuks voor jezelf kan kopen. Ik heb maar 1 vrouw. Dus, ja, daarom. Dus wat zou je dan voor jezelf kopen? Voor mezelf. Nou, dan denk ik toch in de richting van het tekenen. Om wat spullen aan te schaffen. Ja, ja, dat zag er echt prachtig uit om je hobby nog wat verder uit te bouwen. Ja. Prima. Nou, je hebt hier vaker gestaan. Dat ging vorige keer zeer koelbloedig, wat ik mij nog kan herinneren. Van boven naar beneden moeten woorden worden ingevuld, zoveel mogelijk. Het woord in de gekleurde balk is voor jou essentieel, dat is belangrijk. Ja. 45 onverbiddelijke seconden. Als we bij 0 zijn en je hebt het woord niet, dan zijn die 1000 gulden helaas niet voor jou. We gaan je helpen, uiteraard met wat letters. Kijk, daar komen ze al. Hoppakee. En het licht in de studio wordt een beetje gedimd. Kijk, het wordt gelijk een stuk spannender hier. De tijd begint te lopen op het moment dat jij de eerste omschrijving vraagt. Ja, ik wens je heel veel succes. Okay. Ton, zet hem op. 1. Streek. 2. Gestalte. Gedaante. Goed. 3. Spaarzaam. Zuinig. 4. Goed. Bijziend. Kippig. 5. Nauwgezet. Stipt. Goed. 6. Metaal. Koper. Goed. 8. Duurzaam. 7. 9. Overgeslagen. Ja. Verkwisting. Overdaad. Goed. 10. Stalling. Garage. Garage is goed. Snipperdag. Snipperdag is ook goed. Ja hoor. Snipperdag. Gefeliciteerd, Tom. Erg goed. Ja. 17 seconden over. Nou, dat is prachtig. Even kijken. 1. Vroeg ik streek, dat was gewest. Gewest, dat wilde ja. je volgens mij zeggen, maar je aarzelt een klein beetje. Ik zat aan gebied te denken en dat gebied. Kon niet. Ja. Nee, gewest was het, maar dat maakt allemaal niet uit. Gestalte is gedaante, die had je goed. Spaarzaam, zuinig had je goed. Bijziend, kippig. Ja, het is ongelooflijk hoe die woorden dan steeds weer bij jou terechtkomen. Ik begrijp niet hoe dat kan, maar de man met de kippen, kippig. Nou, gezet is stipt. Metaal, koper. Ingang vroeg je niet eens. Dat was entree. Ja. Kijk, entree. Ja, ik had snipper al gezien, dus dat moest een R zijn. Ja. Ja, oh, dat is heel slim. Je doet het tactisch, dan sla je over dan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dat hebben we nog niet meegemaakt hier. Ik kijk overal van op. Duurzaam is solide. Ja. En verkwisting, overdaad, stalling is garage. Maar het was al niet meer nodig. Snipperdag staat er met 17 seconden over. Dat is echt heel goed. Superfijn. Perfect. Je krijgt van mij die puzzelboeken mee naar huis als aandenken aan deze kwartfinale. En we zien jou uiteraard terug in onze halve finale. Want ik ben heel benieuwd hoe ver je het daar gaat schoppen. Tom uit Harderwijk. Leuke kandidaat. Gefeliciteerd. En veel plezier met die 1000 gulden. Ik zei het al, volgende week een halve finale in de Puzzelkampioen. De komende week heel veel puzzelplezier en ik hoop dat u dan weer kijkt. Graag tot zaterdag. Dag! Valt niet mee, dat verhuizen. Maar ja, per 1 oktober gaan we van de zaterdag naar de vrijdag. En ook nog van de dinsdag naar de maandag. Eén voordeel heeft het. De mensen die op zaterdagavond thuis bleven om te kijken, die kunnen eindelijk eens uit. En de mensen die op zaterdagavond uitgingen, die kunnen eindelijk kijken. En lid worden. En dat is dan ook weer prettig geregeld. Lid worden? Bel 06-4106. Dan krijgt u onze prachtige NCRV-gids tot 1 januari 1991 voor maar een tientje. 06-4106.